Ik ben hier iedere morgen, dat is mijn ritme. Dat houdt me jong. Kijk. Ik ben Ria Olsthoorn en ik ben degene die Pluspunt eigenlijk opgezet heeft 15 jaar geleden. Pluspunt is een werkactiveringscentrum voor mensen die dak- en thuisloos zijn of zijn geweest. Mensen die in een sociaal isolement zitten en mensen met een verre afstand tot de arbeidsmarkt. Dus we doen allerlei klussen om mensen weer in beweging te krijgen en om mensen weer contact te laten hebben met elkaar. En dan gaan we nu naar binnen. En hier worden fietsen gerepareerd, tweedehands fietsen. Die kunnen mensen weer kopen of mensen kunnen hun fiets laten repareren hier. We staan hier met Luzomba. Luzomba kennen we al een aantal jaartjes bij Pluspunt. Is een tijdje weg geweest. Nou, ik ben meestal fietsen maken hier zo. Dus daar zit ik met een paar collega's om aan de fiets aan te maken. Ja, heel veel reacties kregen wij binnen. Mensen zijn blij. Ik vond dat mensen hier in de buurt, allemaal zijn gewoon blij van ons fietsmakers. Elke moment was dat voor iedereen klaar. Dus of iets is gewoon komen en dat wordt gewoon gemaakt. Het is echt een prachtige sfeer. Iedereen is aardig en soms wordt iemand heel even boos. Ja. En dat is zo weer over. Ik heb het nog nooit zo leuk meegemaakt. We zijn hier op de tweede locatie van Pluspunt op Samuel Mullerplein 17C. En dit was een hele grote puinhoop. Nou ja, zo'n 5 jaar geleden werden wij erbij geroepen of wij mee konden helpen aan dit terrein. En toen kwamen we binnen en toen dachten we, wauw, prachtig, maar wel de kleren zo. Hallo. 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 Goedemorgen. Mijn naam is Heike Schirmer. Ik kook voor die mensen hier en ik ga zelfs met eten. Ik maak de voorbereidingen voor koffie, dus dan koffie zetten, lekkers halen, broodjes ophalen. Ja, dus dat is een beetje aan mij schilder ook wel eens. Dus deze, dus is, daar waar ik nog dakloos. Dus dat is op de bank met een rustzak. Dit is iemand die u kent? Of is nee, dat ben ik zelf. Dat is een eigen protest. Dit bent u op dit schilderij? Ja, want dan leg ik op de bank voor de hidden. Dat is in Zuid, dat is een opvangplaats. Dus ik was dakloos toen die tijd. Dit is het hoofd hier. En dit is de arm hier. En dat zijn de voeten. En hij is in een bootje. Hij is even aan het zeilen. Ik ben hier iedere morgen met om 8:30. En dan ga ik alles een beetje doen. Koffie zetten, thee zetten. En dan gaan we bakken. Aardappeltjes heb ik al opgezet. Wat zijn de voordelen van Pluspunt voor de Rotterdammer? Wat merkt u bij de Rotterdammers? Nou, dat ik onder de mensen zit, want ik ben 40 jaar getrouwd geweest. En mijn familie ga ik niet naar me om, dus ik moet zelf maar maken. En je merkt dat hoe meer je een band creëert met de bezoekers, hoe fijner ze zich ook hier zelf voelen. En hoe fijner ze ook met je in gesprek kunnen gaan. Dus dat is super fijn dat ze die mogelijkheid hier zien. Alles wat ik nou een beetje in mijn huis heb staan, dat komt van die plus vandaan natuurlijk. Dat is simpel dat. Die appel weet, die appel kwaad. Ja, er is hier dus van alles mogelijk. Dat is Pluspunt. Ja. We zien elkaar weer bij Pluspunt. Ja. Dank je.